Also wie gesagt, herzlich willkommen hier zu den ersten Farm Days. Mein Vater hat es gerade eingeleitet. Es ist das erste Mal, dass wir diese Veranstaltung in dieser Form hier durchführen. Und ich bin sehr, sehr froh, auch im Namen des gesamten Teams, dass es endlich wieder physisch stattfinden kann. Mein Name ist Philipp Kribbel, 32 Jahre alt. Ihr habt es gehört, ich bin seit 2019 wieder bei uns in der Kribbelgruppe aktiv. Die wordt dit jaar gehouden in Kappeln. Kappeln is in de deelstaat Niedersachsen, ongeveer 3 kwartier van Damme. Waarom nu in juni de Grimme Farm Days? Normaal gesproken hebben wij de Grimme Technica in Damme. Dat is altijd in de tussenliggende jaren Agritechnica en Grimme Technica. Maar we hebben gemeend na 2 coronajaren om de Farm Days te organiseren. En nu in juni een openlucht event te houden waarbij wij als Grimme zijnde graag alle noviteiten aan u willen laten zien. Wat willen wij zo al laten zien? Nou, wij hebben vandaag aan de pers getoond, dat was de eerste dag van de Farm Days, hebben wij aan de pers getoond de nieuwe generatie Varitron, Varitron 74, generatie 3. Wij hebben getoond de Rexor, de nieuwe serie Rexor, generatie 3. De Evo 280, de getrokken bunkerrooier met een nieuwe non-stop bunker, een slagje groter dan de huidige. Daarnaast als noviteit de Select 200. De Select 200 is de opvolger van de GT170, de welbekende wagenrooier. Op pootgebied hebben wij onze nieuwe Prius 440 voorgesteld. De Prius 440 is de opvolger van de GL430. En de Prius 440 is eigenlijk van voor tot achter helemaal nieuw opgebouwd. Als laatste hebben wij ook nog enig noviteit voorgesteld op gebied van groentetechniek. Een getrokken bunkerrooier Evo 290, speciaal voor het rooien van wortels. De nieuwe serie uienrooiers hebben wij aan de pers voorgesteld. En op gebied van kooloogsten hebben wij een kooloogstmachine voorgesteld waarbij wij machinaal kunnen oogsten, zowel voor industriekool als voor bewaarkool. En dat is natuurlijk iets wat heel belangrijk is in deze tegenwoordige tijd, omdat het vinden van mankracht om met de hand kool te oogsten voor de bewaring wordt steeds lastiger. En we kunnen nu met deze kooloogster ook machinaal kool oogsten die we ook lang kunnen bewaren. Ja, dat zijn een beetje de noviteiten die wij deze week laten zien. Van dinsdag tot en met vrijdag is het hier nog toegankelijk voor iedereen. Dus bij deze wil ik jullie ook allemaal van harte uitnodigen. Stap in de auto, kom naar Kappeln. Bekijk alles wat wij hier willen laten zien. En naast de noviteiten stellen wij ook nog een heel groot deel van ons productprogramma tentoon. Ongeveer 60 types aan machines laten wij hier zien. Dus er is genoeg te zien. Dus ik zou zeggen, wij zien u graag de komende week.